ondermijnend zijn of democratisch ondermijnend zijn... in de gaten te houden, toch? Ja. Dus dan ligt het voor de hand dat... Ja, dat weet ik niet. Ja, dat, dat weet ik echt niet. Nee. Um, overigens is er uh, vanuit uh, de linkse oppositie in de Tweede Kamer wel gezegd. Uh, eigenlijk zou Forum niet meer bij geheime uh, briefings moeten zijn van die Tweede Kamer. Ze zitten niet in de Commissie Stiekem. Uh, bijnaam voor CVD. de Commissie voor de, de Inlichtingendiensten. Ja. ja, exact. Um, ja, de Commissie voor de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Ja. ja, maar de invalsmond is dat Commissie Stiekem. Zeker, toch? zeker. Ja. Uh, daar zitten ze sowieso niet in. Maar er zijn allerlei uh, geheime briefings, bijvoorbeeld over het type materieel dat wij aan Oekraïne sturen. Ja. GroenLinks uh, en de Partij van de de andere partijen wilden eigenlijk dat Forum daar niet meer bij zou zitten. Die motie is verworpen uh, en uh, we hebben nog even gecheckt. Uh, uh, ze zijn er bijna nooit, maar, maar ze hebben toegang tot die commissies. Is dat wenselijk wat u betreft? Ja, dat is, dat is natuurlijk iets wat uh, de Kamer zelf moet bepalen. He, die, die bepaalt uiteindelijk bij welke, uh, welke leden er bij uh, commissies zijn. Mm. Uh, ik weet wel dat uh, als ik uh, stel, nu dat, uh, stel nu dat, ik uh, ook zou vinden, ja, dat bepaalde uh, geheimen dat die uh, niet uh, aan bepaalde leden van de Kamer verteld zouden mogen worden. Mm. Als ja. bijvoorbeeld als hoofd van een, een als hoofd dienst, van een dienst nou, dan zou ik dat ook niet doen. Dan zou u het ook niet in zo'n commissie van de nee. Tweede Kamer, want dan zou u niet. In de CVD natuurlijk wel. Hè. Dat, is een, dat, is, ja. dat is sowieso vind ik dat een ander verhaal. Maar als het gaat om vertrouwelijke briefings... dan zou ik heel goed oppassen met wat ik uh, vertrouwelijk uh, zou, zou vertellen. Ja. Kijk, U zou als hoofd van zo'n dienst niet willen dat Forum voor Democratie die vertrouwelijke informatie krijgt. Nou ja, ik heb uh, de, uh, de fractie, uh, of de, de leider van Forum voor Democratie, heb ik horen vertellen dat hij uh, buitengewoon enthousiast is over Poetin. We hebben het natuurlijk ja. de hele tijd over Oekraïne gehad. Ja. Uh, hij is buitengewoon enthousiast over Poetin. Zeker. Nou, ik zou daar uh, als hoofd van de dienst zou dat mij wel voorzichtiger maken. Over die dienst gesproken. Um, uh, er is een discussie over toezicht op die dienst. Ja. Um, uh, uh, en trouwens, dat hebben we het hier over de AIVD, maar... Uh, um, de MIVD geldt hetzelfde voor. Geldt hetzelfde voor. Sterker nog, uh, de baas van die MIVD, de heer heeft